Wat voor mensen komen hier werken? Ik denk toch wel een bepaald type mensen die gewoon fijn vinden om met hun handen te werken. Toch een beetje van de straat komen. Het leuk vinden om actief bezig te zijn. Een verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Want we zijn toch echt wel producten aan het maken voor klanten. Dus dat is best wel, nou ja, best wel spannend kan dat soms zijn. Een barbecue wil je, jongens. Kleine zelfstandigen die net een eigen kledinglijn willen beginnen bijvoorbeeld. Maar ook grotere organisaties. Denk aan het Volkshotel of aan de buurtcamping. Hele leuke organisaties en plekken waar mensen lopen met drukwerk van zeefdrukmakers. Leuke werksfeer, leuke collega's. De begeleiding is ook goed. Nou ja, ik functioneer gewoon lekker hier. Ik ging naar een afkeerkliniek en ik zocht een leuk baantje, want daarvoor had ik al werk, maar ja, zorgboerderij, papierprik, is wel leuk, maar is niet mijn ding. Toen kwamen ze met dit en kwam ik kijken en ik vond het meteen leuk. Ik wist al dat ik het leuk zou vinden, maar toen ik het zag, wist ik het zeker. Soms zijn mensen hier en die hebben heel lang in isolement geleefd, op de straat geleefd, zijn net weer aan het opkrabbelen, willen zich weer nuttig maken. En dan bespreken we echt met deelnemer van, hey, wat kun je aan? Hoe zie je het voor je? Wat zou je leuk vinden om te leren? Dan kijken we echt samen van wat is goed om te doen. Het is 2 dagdelen in de week en dat kan altijd uitgebouwd worden. We zijn heel flexibel daarin. Ja, dus dat is altijd een overleg. Nou, belangrijk is altijd netjes terugzetten, schoonmaken. Vaak denken mensen een zeefdrukkerij, de plek is best wel moeilijk. Maar vergeet niet dat we ook heel veel andere taken hier hebben. Denk aan bijvoorbeeld administratief werk, hè, bijvoorbeeld de facturen die gemaakt moeten worden. Klantencontact kan een onderdeel zijn. Best wel veel verschillende dingen waarvoor je hier eigenlijk terecht kan. Nee, Ben. Ja, ik mag wel zeggen, salade doen we nu elke lunch. Elke lunch hebben we een salade. Ja. Je hoeft niks te kunnen als je maar gemotiveerd bent. Als je er zin in hebt. Als je geen zin hebt, moet je niet komen. Mensen die gemotiveerd zijn en het leuk vinden, zijn altijd welkom om langs te komen. Om hier een kijkje te nemen, wat vind ik ervan. En als het wat is, draai een proefdrachtje mee. En nou ja, kunnen we vanuit daar verder kijken. Ja.